Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video en vandaag hebben we voor jullie weer een nieuwe mod challenge. We gaan vandaag in een winkelwagen Fortnite thema gaan wij racen in deze grote originele paardrace map. We hebben het een beetje aangepast waardoor wij hier met die leuke winkelwagens hier gewoon kunnen racen tegen elkaar. Hij is best lang. Dus dat gaat mooi worden. Er zitten een aantal stukjes in waar je toch wel wat tijd op kan verliezen. Misschien dat zelfs de Soul Sand gaat werken op die kaartjes dat je ook echt slomer gaat rijden. Ik moet er wel bij zeggen dat ik trouwens helemaal vergeten ben om hier boosts bij de dingen allemaal. Maar ja, dat hoeft niet. Wat doe jij, jongen? Hé! Hey! Waar, jongen? Zo is goed. Had hij. Had hij de. Oh. Hou zo, jongen. Dan wordt daar in één keer een stuk afgesneden. Oh, echt? Ja, ja. Daar staat hij ook op, op die sign. Nakker! De race lengte. Klein of groot? Wij gaan natuurlijk groot doen. Maar anders moet je hier 20 minuten lang redstone lopen kijken. Ja, daar doe ik niks aan. Ik zal die redstone eens kapot slaan hier. In ieder geval, wil jij deze mod zelf uitproberen? Kijk, in de beschrijving zal een linkje naar zijn. Ook een linkje naar onze merch. Onze Discord van zowel ons kanaal en onze server die eraan gaat komen. Eerste week van april. Zeker een aanrader om die Discord te joinen als jij daar graag op de hoogte wil blijven. En verder volg ons ook op Instagram. En ja. Klik even duimpje omhoog als je er zin in hebt. Heb je nog ideeën, laat het even weten. En dan gaan wij beginnen. Gaan wij zekers! Links ik, of rechts? Ben, dus ik ga links. F5 modus, hè? Ja. Start countdown. Kijk, zet die maar aan. Ik kan er niet op klikken. Ik kan er niet op klikken. Echt niet? Nee, dat haalt hij niet. Als eruit gaat... Oh! Het is naar achter. Wacht, even terug in mijn... Als je nou gewoon heel even eruit gaat, erop drukt en meteen weer erin gaat. Ja, dan gaat hij gewoon naar de groene toe. Ik kan het net zo goed zelf aftellen. Hier. 2, 1. Hey! Oh. Allebei ook echt. Wat is dit? Holy shit. Ja, je kan niet twee wegenkooien kiezen. Hoppa. De Soul Sand, dat werkt dus niet. Nee? Oh, hier die trapjes ben ik helemaal vergeten. En die werken gewoon wel goed. Oh, wel wat stairs lopen plaatsen. Werken die... 3,5 uur. Die dingen werken wel. Ja. Ik ga ook echt van spinnenweb in spinnenweb. Hier de water ook. Hé, hey, daar zit die. Oh. Ja, kijk hier die bochten, jongen. Die zijn zo krap. Ja, die lijken ook. Wat een onzin. Oh. Paaltjes, behendigheid. Oh man. Ik rij overal tegenaan. Oh shit. Muziek. Ik knal echt overal tegenaan, man. Die Soul Sand hier, die werkt volgens mij wel, man. Nee, jongen. Ja, serieus. Oh, hier moet je wel oppassen dat je niet eraf dondert. Wat, bij die trap omhoog? Ja. Als je die trapje goed... Jee, ik lig eraf. Fijn, bedankt. Echt? Waar de hek kom ik nou weer uit? Ja, ik weet nog niet meer hoe dat die baan gaat. Ja, wacht. Dan help ik jou wel even. Waar ben jij? Oh. Lol. Hoe kan ik naar de scheiding Oh, je bent al een heel stuk verder volgens mij. Je moet hier... anders mag je wel bovenop spawnen. Een beetje vals spelen. Anders is hier ben ik eraf gegaan. Nee, spawn hier maar. TP. Kaart. TP. Kan je hier boven spawnen. Dan is het nog een beetje spannend. Spawnen. Lekker man. Gaat dat niet? Ah nee! Hey, inparkeren. Oh, we gaan meteen verder. Inparkeren, rijschool Wilco. Hey. Je moet... Smoor. Ja, juist. En nou stapt hij uit. Oeh. Als je die zigzag nou heel snel doet, hè, dan kan je mij nog best wel een beetje inhalen. Sterker nog, ik ben er al vanaf van die zigzag. Eraf? Oh. Ja, dat doorheen, dat bedoel ik. Nee! Och, begint nog te regenen ook. Spinnenwebby. Slippen! Wow, ik zit echt te slippen. Oh, kak, ik ga door die Soul Sand. Ja, door die Soul Sand ga je gewoon keihard, man. Daar krijg je een boost van.
Ja, een beetje. Dat zou mooi zijn. Echt een klein tikje. Maar het... Stuur even een tikkie. Maar het kan net de winnende... Het winnende ding zijn. Ja? Oeh, shit. Dat ging bijna... Oh, ik zit echt vlak achter jou. Heel mijn Minecraft geluid staat trouwens gewoon helemaal uit. Kom ik nou pas achter. Rip. Oh, nee. Wat doet, wat doet die kip dan? Je zit best dichtbij, man. Ja, dat zeg ik net. Ik zit echt vlak achter jou. Kippetje. Hij zit alles af te snijden. En dan tikt hij daar tegen die kip aan. Ik durf niet achter. Max Verstappen. Oh. Weer even mezelf... Ja, hij begint... is weer begonnen, hè? Ah, kak. Dan zit ik vol in een spinnenweb. Kaksooi. Oh, doe. Nakker. Maar hier moet je nog best veel, hè? Je moet hier nog naar beneden. Wat is dit voor... Oh, ik word er duizelig van. Kip. Loop alleen maar rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Ja. Oh. Dat was ook mooi trouwens vandaag. Bij de trein. Was een blikseminslag geweest. Dus reden geen treinen. Alleen, ik was net klaar aan de stage. En, hoe heet het? Oh shit. Ik zit helemaal niet... Nee! Hey! Ja, klaar met stage. Het staguti. Ja, dank je. Nee, ik was inderdaad klaar met stage. En, er stonden die... Die trein ging dan pas om 4:55 stond er op dat bord. Wat zei jij? Kak! Nee. En het was voor 4:30. Of nog niet eens. Het was 4:55. En al die mensen allemaal gek kijken. Ja, gaat hij nou wel? Want hij stond wel gewoon op perron, die trein. Dus sommigen stappen niet in. Wij stappen wel in. Reed hij gewoon aan om 4:55. Ja, dat was denk ik perrongeluk. En toen keek je op de NS Reisplanner app. En zag je dat gewoon superveel treinen dat... Oeh, treinen dat tussen. Huh? Oh, nee. Oh, kak. Nee. Hey. Ja. Oh. Hier verlies ik denk 1,5 minuut. Winst. Oh, gek. Winst. Oh, man. Door al die lampen die aangaan, het crasht helemaal niks, man. Ja. Hier. Maar even om mijn verhaal nog af te maken. Creative. Even nog om mijn verhaal af te maken. Die treinen stonden dus op de reisplanner dat die allemaal niet eens reden. Wij waren 4:55 zaten wij in die trein. En ik denk, ja, hij rijdt echt niet meer verder. Want al die andere treinen die daarna kwamen voor gewoon een vol uur, stond gewoon, dat die uitvielen. Gewoon reis vervalt. Dus ik denk, joh, wij... Ja, lekker jumpen hier. Dus ik denk, dat gaan wij nooit halen. Komen we daar gewoon rustig aan op het station. In één keer kei druk op dat station. Dat was dus blijkbaar allemaal langer gaande. Je vergeet één blokje, man. Niet waar, jongen. Nee, inderdaad. Het waren er 3. Hey. Nou, winkelwagen erop knallen en vliegen. Want deze boost was ik namelijk vergeten te plaatsen op op die Gutti. Hey! Lekker, man. Het is wel een mooi geluidje als je eraf springt. Ja, ik hoor namelijk niks. Mijn geluid staat weer uit. Maakt niet uit. Maar goed mensen, dat was hem in ieder geval weer voor vandaag. Vonden jullie de video leuk? Klik dan zeker even op het duimpje omhoog. Heb je verder nog ideeën? Laat het weten. Wil je vaker deze mod zien? Er zitten nog wat andere voertuigen bij. Zoals bijvoorbeeld een Mario Kart of een jetski. Maar dus ook het winkelwagentje. Als je dat vaker wil zien in andere soort maps, laat het even weten. Ben je nieuw, vergeet niet te abonneren. Linkjes van onze Instagram, onze Discord en onze merch staan in de beschrijving. Volg ook ons even hier een beetje in de gaten houden. Ons kanaal voor de nieuwe Minecraft server van ons. Eerste week april. En dan wil ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Later. Later hè.